In steeds meer landen kunnen bedrijven meer en meer weer open. En stap voor stap kunnen mensen weer terug naar allerlei winkels gaan. Hoewel we allemaal uitkijken naar dit moment, weten we dat het niet zo eenvoudig is om zich voor te bereiden op deze post-lockdown fase. In deze nieuwe norm moet onze manier van werken evolueren. Om ervoor te zorgen dat we handelen in overeenstemming met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Zowel voor werknemers als consumenten. Daarom heeft Puratus een handleiding ontwikkeld, gebaseerd op hun interne richtlijnen in zaken veiligheid en gezondheid, die we graag met jullie delen. Mijn naam is Karel Onzia en als salesmanager help ik graag artisanale bakkers om succesvol te zijn. Naast heel wat richtlijnen bevat de manual ook een overzicht van allerlei communicatietools. Deze tools kan u makkelijk downloaden, zelf printen en gebruiken in uw atelier en winkel. Het betreft communicatietools om uw medewerkers veilig en gezond te houden, communicatietools om uw klanten te informeren over de richtlijnen die u geïnstalleerd heeft en hen op die manier gerust te stellen dat ze bij u kunnen rekenen op een veilige winkelervaring. Deze handleiding werd opgemaakt als een inspiratie vanuit een wereldwijd perspectief. Raadpleeg daarnaast uw lokale wetgeving voordat u deze richtlijnen implementeert. Als deze verschillend zijn, dan moet u zich houden aan de procedures die door uw lokale autoriteiten werden vastgesteld. Laten we nu even kijken samen waar u al dat materiaal kan vinden. Daarom ga ik mijn scherm met u delen, zodanig dat u weet waar u alles kunt vinden. Ik ga hier heel even uitgaan. We gaan naar even googlen. We tippen op onze Google Puratus.be. Alzo kunt u op de Puratus webpagina komen. En als eerste en belangrijkste onderwerp vindt u samenstrijden tegen corona COVID-19. We zijn er om u te helpen. Wel kijk, als u hierop klikt, daar vindt u alle informatie onder. Na een korte introductie vindt u hieronder de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen na de lockdown. Onder dit hoofdstuk kunt u drie dingen downloaden. Eerst en vooral de manual, die u op een visuele manier een aantal dingen vertelt. Ik ga zo meteen even een aantal van die slides tonen. Ten tweede, de toolkit om de gezondheid en veiligheid van uw personeel te garanderen. En een derde, de download van de toolkit om uw klanten te verwelkomen in de winkel. Dit kan u allemaal halen van de website. Het zijn allemaal PDF-formaten in hoge resolutie die u toelaten om mooi materiaal zelf af te printen. En de toolkits zijn, mits het gebruik van een goed opmaakprogramma zoals InDesign, kunt u dat zelf personaliseren. Als u zelf dat programma niet heeft, zal uw drukker, die wellicht dat programma wel ter beschikking heeft, u kunnen helpen om dat te doen. Laten we even kijken wat er allemaal in die manual staat. En dan kan ik u mee doornemen. Het gaat over drie hoofdstukken. Hoe uw medewerkers gezond houden. Hoe de klanten te verwelkomen. En ten derde, hoe een overzicht van de beschikbare communicatietemplates. Ten eerste, wat vindt u daarover terug? Informatie hoe u moet omgaan met mensen die symptomen vertonen. Hoe een veilige werkplek garanderen, waarbij er 6 belangrijke richtlijnen zijn. Dat zijn de social distancing, het dragen van maskers, al of niet, het schoonmaken en het ontsmetten, het correct gebruik van handenwassen, wat echt niet zo evident is, het correct gebruik van eventueel van handschoenen en het inrichtingsverkeer. Wellicht heeft u al heel wat van die stappen ondernomen. En daar heb ik al aan de lijve mogen ondervinden bij het bezoek van menige artisanale bakkers. Dit is enkel om u te inspireren en om eventueel toe te passen daar waar u kan. Er zijn ook specifieke en bijkomende maatregelen voor verschillende werkomgevingen. Er zijn verschillende type bakkerijen, van eenmanszaken tot zaken die heel groot zijn, waarbij er veel meer ruimte zijn. Enkele interessante zijn daarin zeker te lezen. Er zijn er 12 verschillende. Maar als het gaat over bezoek van leveranciers, waar wij ook zijn, over leveringen, over pauzeruimtes, dat gaat belangrijk voor u zijn. Hoe uw klanten te verwelkomen? Wel, u kunt heel wat informatie vinden.
zelfs een cadeau-idee dat u uw klanten kan aanbieden. En ik raad u aan om daar rustig door te gaan. Er staat zeer nuttige informatie en zeer goede tools in. En als de tools die we ter beschikking stellen, de communicatietools, zijn enerzijds op A4 afgedrukt, zodat u dat gemakkelijk kan afvinden, informatie voor uw medewerkers, die u kan ophangen. Dat gaat van maskers, handen wassen, toiletgebruik, social distancing, gebruik van liften, andere ruimtes. Alles kunt u daarop terugvinden. En ten tweede, hoe uw klanten verwelkomen. Wel, er zijn ook 6 verschillende tools ter beschikking. Enerzijds flyers en posters die u aangeven wat u allemaal doet. Onze deur staat open voor uw welkombord of een welkomposter. Ook hier, u kunt de bestaande gebruiken die wij u aanbieden. Of u kunt die met InDesign zelf aanpassen. De social distancing. Massaal heeft u al via onze stickers gekregen. En we zijn zeer blij dat we in verschillende winkels in werking zien. En mensen houden zich daaraan, aan die social distancing, wat toch de belangrijkste maatregel is. De anderhalve meter maatschappij. Wellicht gaat dat het woord van vandalen worden van 2020. Naar toonbankbeheer. We hebben een schoonmaakprogramma. Papieren dat jullie kunnen afdrukken, waardoor jullie kunnen aangeven wanneer alles gepoetst wordt. Er is ook iets meer voor landen waar meer cashgeld overhanden gaat. Een soort van prepaid betaalkaart die je kunt gebruiken. In België hebben we het geluk dat er heel veel bankcontact is, zodanig dat we, en dat is ook aan te raden, contactloos betalen. Zoals ook, we zien een enorme groei in het online bestellen. Een groei tot 300%. En niet alleen binnen de voeding, binnen bakkerij, over het algemeen, waar we ondersteunend materiaal hebben. Al dit materiaal, nogmaals, kunt u vinden op de Puratos.be-website. Als u meer informatie wenst, contacteer uw Puratos-vertegenwoordiger. Hij heeft nog meer informatie erover. Hij heeft ook zeker alle details. En meer dan ooit kunt u op ons rekenen. En we zijn zeer blij dat u al zoveel stappen ondernomen heeft. En we staan u graag bij, nu en in de toekomst. Dank u wel en ik wens jullie heel veel succes toe. Bedankt.